Kate Sharon. En mijn favoriete boek is Dogman. Ik vind hem zo leuk, omdat hij, er zit veel fantasie in. En hij is ook gewoon heel grappig. Ik vind het boek ook heel fijn om te lezen, omdat er niet heel veel te veel tekst in zit. En ook gewoon plaatjes, een beetje stripboek. Hij woont in een, eigenlijk een heel groot rondehoek, met wel iets van 3 verdiepingen of zo. Dogman moet in dit boek vechten tegen Karel, een gemene kat. Er zijn nu iets van 5 delen of zo. Wauw, en heb je allemaal gelezen? Ja, behalve de laatste. Ah. Maar die staat maar voor mijn verlanglijstje op Sinterklaas.